Mooi hè, zo'n nieuwe auto. Daar zit van alles op. Zenuwsverlichting, 165 pk. Het autorijden is een hele andere belevenis als vroeger. In deze aflevering gaan we het hebben over de oldtimers. Want mobiliteit was vroeger een hele andere belevenis als nu. Wist u dat net buiten onze gemeentegrens een hele mooie collectie auto's staat? Het Den Hartog Ford Museum. Ik neem u mee. En straks gaan we kijken naar de 14e editie van de Vennepe Koninginnenrit. Welkom bij Meer op Wielen. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in het Ford Museum. Den Hartog Ford Museum. Ja, grootste verzameling Ford in de hele wereld. Het is toch vrij uniek? Heel uniek. We hebben de periode van 1903 tot 1948 hebben wij bijna alle modellen. En dat is allemaal nog rijdend ook. En is de grootste verzameling in de wereld. En dat maakt het zwaar uniek. Nu staan we hier bij een mooi exemplaar. Dat is een heel ander exemplaar waar we net uit kwamen. Ja. Ik kom net uit een exemplaar, een nieuwe Ford S-Max met 165 pk. En dit is een Ford met 8 pk. Ja, maar dit is de enige replica die we hebben staan. Dit is de quadricycle. Deze rijdt ook echt. Het is zeer uniek. De echte staat in Detroit, in het Henry Ford Museum, onder gepantserd glas. En als eerste auto door Ford zelf gebouwd. En vervolgens is die in eerste serie gebouwd, de Ford A gaan bouwen. Met 14 auto's hebben we in het museum staan, dan hebben we er nog een stuk of 60 boven staan die er niet in passen. Ja, hoe kom je eraan? Meneer de Hartog is natuurlijk vanaf de jaren 50 al bezig natuurlijk met verzamelen. En je moet je voorstellen, in die periode dat er nieuwe auto's kwamen, ja, had je zo'n oude auto over, wat kreeg je de eisen, de prijzen voor? Niemand was er geïnteresseerd, want de allernieuwste auto's waren er en wat moest je met die oude barrels? Als je daar nou genoeg ruimte voor had en inzicht had van nou, dat zet ik weg, dat knap ik op en dat hou ik netjes. Ja, dan krijg je dat, alleen je hebt iets meer ruimte nodig dan als je postzegels verzamelt. Het onderhouden van die auto's, neem aan dat deze auto's ook onderhouden worden. Doet u dat zelf? Nee, we hebben meneer de Hartog heeft vaste monteur in dienst die eigenlijk alle auto's, meneer Menke, heeft alle auto's onder handen gehad. En we hebben ook een ploeg die op zaterdag een gedeelte iedere keer wast. En als ze dan weer bij de laatste zijn, beginnen ze weer bij de eerste. Dus, in principe kan alles bij ons bijna. We hebben feesten, partijen, kinderfeesten, congressen, je kan het zo gek niet opnoemen. En dat altijd in combinatie met de auto's, een rondleiding of iets in die richting. Nou rijden we zelf met een Ford S-Max met zenuwverlichting. Ja. Maar dat ging vroeger heel anders. Dat ging vroeger zeker anders. Hier gaan we voor de auto van de eeuw, de T-Ford. Dat kon ook natuurlijk niet anders, want er zijn meer dan 16 miljoen van deze autootjes gemaakt. Een hele unieke wagen, want je ziet hier de carbidvergasser, dat wil zeggen die ging met slangetjes naar de hoofdverlichting, naar de grote verlichting, dat was de hoofdverlichting. Alleen tijdens het rijden was dat moeilijk te vervangen. Dus wat hadden we? We hadden de olielampen als reservelampen. En uiteraard, als we er aankwamen, gingen we de mensen waarschuwen. De Ford Lincoln, gekenmerkt door de Greyhound hierbovenop met de fantastisch mooie koplampen. Een van de allereerste wagens die gepantserd was. Daar ging El Capone natuurlijk ook mee rijden. We hadden alleen één klein probleempje. Het glas was nog niet kogelwerend te maken in die periode. Als El Capone mee ging rijden en de politie en die kwam maaien, dan konden we eronder duiken en dan konden we het allemaal overleven. Want dit was allemaal zwaar, zwaar gepantserd. Een hele leuke en mooie wagen. De olieman heeft een bordje opgedaan. Nou, hier staan we bij de olieman.
zoals die vroeger door de straten reed. Een prachtige auto. En het leuke daarvan is, de tank had natuurlijk ook drie vloeistoffen. Het bestaat uit drie delen, waarvan de grootste natuurlijk petroleum was. Want dat was de meeste brandstof die gekocht werd. Als de olieman met 95 liter van huis ging, dan stond hij hierop. En had hij 5 liter verkocht, dan ging hij zo eentje verder. En zo ieder huishouden verder, totdat hij wist, nou, oh, ik ben bijna leeg. Ik heb nog maar 5 liter. Wat grappig, hè? Voorloper van de computer. Een boordcomputer. Ja. We staan hier in de Alfred Heinekenhal. Wat is de connectie met Alfred Heineken? Dat is heel leuk. Om zondagochtend belde meneer Heineken zelf op. Dus ik had de telefoon met Heineken. En toen vroeg hij of er wat te zien was bij ons. En nou, dat is er zeker wel. En dan zegt hij, dan kom ik even kijken. En inderdaad, op dat moment, een half uurtje later, komt de gepanzerde wagen en de bodyguards kwamen inderdaad aan. Daar is het contact met meneer Heineken begonnen. Ook fanatiek autoliefhebber en verzamelaar. En hij is hier meerdere malen geweest. En ook door hem is meneer Bernhard hier, prins Bernhard hier geweest samen met hem. Het rijden op hout is een alternatieve brandstof. Eigenlijk, vroeger waren we daar eigenlijk al mee begonnen, met het rijden op hout. Nou, toen de fossiele brandstoffen er even niet waren, werden we natuurlijk heel creatief. Je had natuurlijk de plaatjes nog wel van de auto's met de grote gaszakken op het dak. Want gastanken waren er natuurlijk ook nog niet. Je had turfverbranders, maar je had ook houtvergassers. En dat is wel heel leuk, want je kan dus op deze stukjes hout, als je die in de pot volgooit en je steekt hem aan, dan gaat het vergassen. En dan kan je dus echt op houtgas rijden. Dat is wel apart rijden natuurlijk, want net zoals je barbecue, als die eenmaal goed brandt en je schudt hem, dan stort hij in elkaar. Dat is hetzelfde met een houtgasauto. Die moet je een beetje schuddend rijden, want anders stort hij in elkaar en dan heb je geen gas. Met een uitje erbij en dan ruikt het meteen een stuk lekkerder. Ja, nou, het lijkt net een palingrokerij hoor, als die langskomt. Dat kan ik je wel vertellen. Dit is de aanjager. Hij zuigt hem dus eerst aan, dan komt hij hier eruit als een dikke rookworm, want net als je barbecue natuurlijk. Maar wanneer is het nou het moment om hem van de aanjager op de motor op te zetten, want dan moet hij gas hebben. Hoe controleer je dat nou? Dan hou je hier een vlammetje bij. Als je dan een hele mooie grote steekvlam hebt, dan denk je, hey, nou vergast hij goed. Dan gaat de aanjager erover, dan dus gaat hij op de motor. De auto's komen niet alleen bij privéverzamelaars vandaan. Nou ja, de auto's komen overal vandaan. Het kan heel raar lopen met een auto. Ik heb meegemaakt dat meneer de Hartog een auto verkocht had, daar later spijt van heeft gehad en dat hij hem weer terug heeft gekocht omdat hij hem toch weer wilde hebben. Ik vind het een schitterend museum. Ik hoop hier nog een keer terug te mogen komen. Bedankt voor uw gesprek en ik zie het straks weer uit. Nou, hartstikke leuk en altijd welkom. In samenwerking met dit fantastische museum organiseren wij een hele leuke actie. Wilt u kans maken op vrije kaartjes voor dit fantastische museum? Mail ons dan naar wielen@weertelevisie.nl. Doe dit voor 20 juli aanstaande. En dan gaan we nu kijken naar de 14e editie van de Venepe Koninginnenrit. De auto waar ik in rij is een C6 Citroën. Behoort eigenlijk een 6-cilinder motor in, maar er is inmiddels een 4-cilinder in gegaan. Het was gewoon een sedan. In de oorlog hebben ze hem door de midden gezaagd en hebben ze er een laadbakje op gemaakt. In verband dat in Frankrijk konden ze brandstof krijgen. De auto is al 9 jaar in bezit. Ik onderhoud hem zelf. Daarbij staan er nog 4 hier in de schuur. Die onderhoud ik ook. En dat zijn ook allemaal oldtimers. Waarom ik met de koningin dit rit meerij? Dat die oergezellig is. Leuk verzorgd. En rij nu voor de 8e keer mee. En nu gaan we voor de 14e keer. Als jullie zin hebben om mee te rijden, kom op. Goedemorgen. Een bekende van vorig jaar. Wat is er vorig jaar precies gebeurd?
We hebben vorig jaar een tikkeltje pech gehad. De auto die was bij Schiphol, vloog die bijna in brand. En met een beetje snel handelen hebben we de accu los kunnen trekken. En daardoor een brand kunnen voorkomen. Dus afgelopen jaar hebben we er een nieuwe kabelboom in gelegd. En hij is weer helemaal klaar om tegenaan te gaan. Dus u kunt weer vandaag weer volledig deelnemen. Nou, ik wens u heel veel succes. Dank ik u. Zie u straks weer. Dank u. Ja. Weet eens, goedemorgen. De gemeente rijdt allemaal auto's voor duurzame mobiliteit. Dan staan we hier bij het mooie evenement, de Venneper Koninginnenrit. Wat is uw mooie taak hier straks? Ik mag straks het startschot geven voor deze mooie rit met echte oldtimers. En daar zitten hele klassiekers bij. Dat is natuurlijk heel erg mooi en dat is een hele mooie hobby geworden van mensen. En die auto's die moeten zo lang mogelijk blijven rijden. Dat neemt niet weg dat wij ons moeten voorbereiden op de toekomst en ook denken over de nieuwe duurzame technieken. En dus rijden wij ook op elektrische auto's en auto's met biogas. U staat zo'n hele mooie staan. U gaat dadelijk het startschot geven. Ik wens u straks een hele fijne dag. En succes met het startschot. Dank u wel. De Venneper Koninginnenrit, wat is dat voor een autorally? Eigenlijk geen rally. Het is een klassieke rit die we dit jaar voor de 14e keer organiseren. We hebben drie klassen: een vintage klasse, sportklasse en tourklasse. Een sport- en tourklasse, de sport die heeft wat meer uitdagingen tijdens de route. De tourklasse is eigenlijk gewoon een leuke rit waarbij ze opdrachten onderweg moeten vervullen. En dat doen we nu, zoals ik al zei, voor de 14e keer en dit jaar met 131 equipes. Vintage klasse, wat is dat precies voor een klasse? De vintage klasse is een vooroorlogse klasse met eigenlijk een beetje de raceauto's van vroeger. Waarvan er vaak nog maar een paar tientallen in Europa rondrijden. En het zijn wel de mannen die nog een beetje willen rijden met de auto. De prijzen, wat voor prijzen worden er uitgegeven? Ja, we hebben verschillende prijzen. Eentje daarvan is de verschijningsprijs. Die wordt uitgereikt aan de equipe die het beste gekleed is bij de auto uit die tijd. Een andere prijs is voor de sportklasse. Daar hebben we een eerste, tweede en derde prijs. We hebben een eerste prijs voor de vintage klasse en een eerste prijs voor de tourklasse. En dat wordt gebaseerd op het aantal punten dat zij onderweg halen. Onderweg moeten zij letters noteren en stempels scoren bij de stempelposten. Dus de vintage klasse, de sportklasse en de tourklasse hebben allemaal een aparte route? Ja, nou, de vintage klasse rijdt eigenlijk de sportklasse route. Die heeft wel meer uitdagingen. En de tourklasse heeft een wat leukere route die wat minder uitdagingen kent. Zijn er nog extra speciale voertuigen die deelnemen aan deze race? Ja, we hebben sowieso de Mr. Bean Mini. Een van de 7 of 8 minis die vroeger gebruikt is in de echte serie van Mr. Bean. Die doet mij dus compleet met hangslot en teddybeer op de bijrijdersstoel. Ja, deze auto die heeft in een aantal afleveringen zijn dienst bewezen als auto van Mr. Bean. Er zijn er een vijftal geweest. Er zijn een aantal die gecrashed zijn. En deze is in hele mooie staat op een veiling terechtgekomen in Engeland. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn vanochtend vroeg begonnen. Helaas, we zijn net over de finish gereden. Ja. Hoe is het gegaan vandaag? Perfect. Ja? Perfect. Dus, lekker gegeten onderweg? Ja, lekker gegeten, lekker drankje gehad onderweg. Ik ben nog een keer door de rode stop gegaan. Ja, dat moet filmen we hier niet, hè? Nee, dan is het goed. Verder nog wat bijzonders tegengekomen onderweg? Nee, pijn in mijn rug nu. En dan lekker borreltje straks? Ja, wat dacht je? Dat ga ik meteen halen. Nou, veel plezier. Als jullie klaar zijn, ga ik meteen ga ik een borrel halen. Meneer Eindhoven, de auto's komen hier nog weer. Ons de beurt weer binnenrollen. Is er volgend jaar weer een Venneper Koninginnenrit? Jazeker. Wij hebben natuurlijk inmiddels een lange traditie en wij willen die ook zeker volgend jaar weer gestalte geven. Volgend jaar wordt een bijzondere editie, want dan hebben we de 15e Venneper Koninginnenrit. We hebben dan nog vol verrassingen en we zullen het graag laten weten. Ik hoop dat wij van meer en meer er weer bij mogen zijn. Ik dank u voor vandaag. Ik wens u heel veel succes volgend jaar en graag tot ziens. Graag. Dit was Meer en Wielen. Graag tot volgende maand.